Patat, wie lust het niet? En we eten er nogal wat van. Jaarlijks werken we 150.000 ton friet naar binnen. Dat is gemiddeld ruim 10 kilo per persoon. Iedereen weet dat patat vet is en dus niet echt gezond. Maar weinigen weten dat in friet een andere stof zit die veel schadelijker is dan vet, acrylamide. Acrylamide is een klein geurloos stofje. Dat wordt in de industrie gebruikt om polyacrylamide te maken, wat je wordt toegepast in contactlensen, bij waterzuivering, in tunnelbouw. Deze chemische stof ontstaat met name bij het verhitten van aardappelproducten. Boven de 120 graden worden de suikers in de aardappels omgezet in de acrylamide. Vooral in patat, dat bij temperaturen rond de 185 graden wordt gebakken, vormt zich relatief veel acrylamide. En dat lijkt ongezond. En die troep zitten ze in ons patatje. Niet best, zou je zeggen. Ze hebben het op muizen en ratten getest en in grote hoeveelheden is acrylamide dan kankerverwekkend. Gelukkig blijkt de dosis acrylamide in één frietje zo laag dat die voor mensen niet kankerverwekkend is. Jammer alleen dat men niet goed weet wat de gevolgen zijn op lange termijn. Daarom hebben de frietfabrikanten uit voorzorg maatregelen genomen. Door onder andere het beperken van het suikergehalte in aardappelen is het acrylamidegehalte in diepvriesfriet afgenomen. Dat is positief dus, je weet immers maar nooit. Maar ook bij het bakken thuis kun je iets doen. Bak friet niet te bruin. Goudgeel is prima. Doorbakken patat bevat namelijk meer acrylamide. Bak niet te heet. Bij hogere temperaturen ontstaat meer acrylamide. 175 graden is heet zat. Punt 3. Doe nooit overfriet in de frituurpan. Overfriet hebben een extra suikercoating. Dit in combinatie met het hete vet zorgt voor extra acrylamide. Al met al kun je zeggen dat het af en toe eten van een frietje geen kwaad kan. Let wel op dat het verantwoord gebakken is, want er bestaat nog veel onduidelijkheid over acrylamide. Dus hoe minder je ervan binnenkrijgt, hoe beter.